Gemeente, als je maar lang genoeg doorgaat in ongehoorzaamheid en onverschilligheid, dan komt er een moment dat je ook Gods stem niet meer kunt horen. Ik zou bijna zeggen, eelt op je oren. En dan kun je nog 30, 40 jaar in de kerk zitten, maar er gebeurt niks meer. Dat je als het ware voor de Heer niet meer te bereiken bent. Ik praat natuurlijk heel menselijk, hè. Maar zo zegt de Bijbel het ook. Dat is voor ons wel een geweldige waarschuwing. Ik moet niet farao achterna gaan in ongeloof en ongehoorzaam. En de Heere eindeloos laten roepen en ondertussen gewoon met mijn eigen gang gaan. Zo gij zijn stem, daarom zong natuurlijk Psalm 95. Zo gij zijn stem dan heden vanmorgen hier hoort. Nou, wat doe je er nou mee vanmorgen? Wat gaat u nou vanmorgen met Christus doen? En met dat evangelie doen? Heden, dus nu. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Oh, zegt de Heer, geloof nou, mijn heil en troostrijk wordt, verhard u niet. Maar laat u leiden, verhard u niet, gaat die volgende couplet verder, vers 5. Verhard u niet, nog een keer, neem zijn genadootmoedig aan. Dan staat er in de berijming, laat Massa Meriba, wat ik daarvoor heb, laat Farao u ten afschrik wezen. Als een waarschuwing. Verhard u niet. Neem zijn genadootmoedig aan. Laat Farao ten afschrik wezen.